Door een aanvaring tussen twee speedboten in de Golf van Thailand zijn zaterdag zeker 33 mensen gewond geraakt. Zondagmiddag waren twee opvarenden nog vermist. Het ongeluk gebeurde in de avond. Op het moment van de aanvaring was het slecht weer. De boten brachten zo'n 70 toeristen naar een full moon party op een eiland. Het ging om Thaise en Westerse toeristen. Volgens een woordvoerder van een ziekenhuis zijn onder de slachtoffers 5 Australiërs, 2 Britten, een Ier en iemand uit Singapore. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag liet zondagmiddag weten dat er vermoedelijk geen Nederlanders aan boord van de speedboten waren.